talloos en zeer verscheiden zijn de manieren waarop de mens zich voortbeweegt. Deze manier ziet men maar zelden, maar in Beverwijk lieten 13 atleten van uiteenlopende leeftijd hem weer eens duidelijk zien tijdens het nationale kampioenschap snel wandelen over een afstand van 50 kilometer. De tocht voerde voornamelijk door de polders in de omstreken van Beverwijk. De beweging van voet en onderlichaam is karakteristiek voor deze tak van de atletiek, waarbij het contact met de bodem niet verbroken mag worden. De hiel van de voorste voet moet de grond raken voordat de tenen van de andere voet die weer verlaten. Snelwandelaars noemt men daarom wel eens hiel- en teenartiesten. In deze kampioenswedstrijd waren de voeten van Jan Seys uit Amsterdam het snelst. Hij wist op de 50 kilometer bijna 20 minuten van zijn naaste concurrent weg te wandelen. Met nog een kleine versnelling passeerde hij de finish na 5 uur en 2 minuten. Voor de 11e maal mocht Jan Seys, die lid is van de vereniging De Lange Afstandtippelaars en die dus wel wat gewend is, zich kampioen van Nederland noemen.